Het levert mooie plaatjes op, zo midden tussen de bloemen. Maar de telers zien het met leden ogen aan. Tel al 40 jaar bollen, maar het wordt eigenlijk steeds erger dat men de velden in gaat lopen. En dan ook nog liefst nog dwars over en over de van pad naar pad springt. Wat schade geeft en tulpen vertrappen eigenlijk. Dat vind ik niet netjes van ze. Het zijn spullen van een ander uiteindelijk. We understand the rules, so we don't get in. Vorig jaar heeft Pennings 10.000 euro schade aan één perceel door vertrapte bloemen. Voor de kweker is het gedrag van de toeristen onbegrijpelijk en onnodig. Dit is een hele breed pad van 4 meter breed. Kan je gerust op staan. Maar ga er gewoon niet in. Ga niet tussen die tulpen staan. Daar heb je de grote mogelijkheid dat je dan de boel vertrapt. Een nieuwe campagne moet het vertrappen van de bloemen tegengaan. Samen met gemeentes in de Bollenstreek en de toeristische sector komen ze nu met de slogan Enjoy the flowers, respect our pride. De tekst is dit seizoen op banners en borden in de hele Bollenstreek te zien. Wij vonden de borden van vorig jaar niet helemaal duidelijk. We waren ook wat kleinerig. En dit jaar komt er ook bij elk veld een soort dranghek te staan met die banner erop. Dat dranghek, we gaan niet helemaal afzetten met dranghekken, maar op de dranghek komt de boodschap. En ja, het is ietsje groter gemaakt en ietsje fleurig en ietsje moderner. Because like if like see somebody is already inside, like somebody will follow. So it's better like others can notice the sign. Yeah, beforehand. Yeah, before they enter the field, they should know that. We willen dat het voor iedereen een feestje blijft. En het is een feestje. De bloembollen zijn gewoon een feestje.